Nou, de leerkracht heeft gezegd van ik ga met de kinderen wel onderzoek doen naar de waarde van deze plek voor de omgeving. Zodat wij de eigenaren iets in handen kunnen geven om te zeggen, nou dit mag niet weg. De leerlingen gaan dus zelf, ze krijgen informatie, ze gaan een filmpje van het klokhuis kijken over buitenplaatsen. Ze gaan een oude schoolplaat bekijken, ze gaan landschapstuinen vergelijken, kijken hoe men vroeger pronkte, hoe je nu pronkt. Ze gaan onderzoek doen naar deze buitenplaats, de geschiedenis. Ze gaan kijken wie er wat van zou kunnen vinden als deze buitenplaats er niet meer zou zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook starters die op zoek zijn naar een woning en die denken, ja, zoveel grond. Heeft één familie dat nodig? Wij willen ook wel een huis. En zo gaan ze allemaal onderzoek doen. En deze les op locatie, die laat ze de beleving, die geeft ze de beleving, hè, van hoe was het leven op zo'n buitenplaats vroeger. Goedemorgen en welkom allemaal op Landgoed Eckenstein. Mijn naam is Baron Willem Karel van Boetselaar en dit is mijn lieve vrouw. Barones Margaretha van Boetselaar. Wij hebben jullie hier op het landgoed uitgenodigd, maar niet zomaar, hè? Nee. Ja. Dus we hebben jullie uitgenodigd zodat jullie met eigen ogen kunnen zien welke pracht en welke praal dit landgoed te bieden heeft. Juist. Bij deze rondleiding is het wel belangrijk even een paar regels te benoemen. Absoluut. Voor jullie. Ja. Regel 1. Hoe spreekt u ons aan? Stel je hebt een vraag aan mij, dan richt je je vinger ten hemelen en zeg je... Pardon, baron? Ja. En dan stel je je vraag aan de baron. Maar je kan ook een vraag hebben aan mijn lieve vrouw. Dan richt je je vinger ten hemelen en zeg je... Pardon, barones? Ja. En dan stel je je vraag. Nee. Maar we doen toch een klein bescheiden applaus. Nou, ik niet. Voor het feit dat de vrouw vandaag hier is gekomen. Dank u, heren. Toch lopen hier allemaal kinderen over het landgoed op dit moment. Ja. Waarom is dat? Nou, dat is voor een les die hier vandaag is van de oude baron en de barones zelf. Ik waan mezelf weer helemaal in de jaren 50 met het taalgebruik. Het was heel mooi om te zien. Ze leren dan heel veel over het belang van het landgoed. En ze mogen ook zelf gaan onderzoeken waarom dat zo is. En dat vind ik heel mooi. Ja. Nou heb ik allerlei enge verhalen gehoord over dat er hier flats gebouwd gaan worden. Dat was onderdeel van de les inderdaad. Nou, ik zou zeggen, actueler kan niet, maar hier gaan we die flats natuurlijk niet bouwen. Er is een enorm...